4 wordt er gevraagd om deze onderstaande schakeling te vervolledigen. Dit is een dubbelzijde gelijkrichter met greets, gelijkrichterbrug en afvlakking. Dus wat moeten we tekenen? We hebben hier een primaire spoel, een secundaire spoel, dus hier komt een sinus binnen en hier komt ook een sinus uit. Voor dubbelzijdige gelijkrichter moeten we de greets gelijkrichterbrug tekenen. En de greets gelijkrichterbrug die kunnen we als volgt tekenen. Een ruit met op deze ruit allemaal diodes die in dezelfde richting staan getekend. Ja, dus alle diodes lopen van links naar rechts. Dit is de aansluiting waar we de secundaire spoel van op aansluiten. En vervolgens, tussen deze twee punten, sluiten we het uitgangssignaal aan. Dit is de belasting. En over die belasting loopt nu een gelijkgericht circuit. Een dubbelzijdige gelijkrichter. Alleen wat er nog niet in zit, is de afvlakking. De afvlakking, om het signaal af te vlakken, dan plaatsen we eigenlijk een condensator parallel over de belasting. C1. En dan, om goed te zijn, moeten we dit ook nog grounden. Oké, dan vraag A. Hier op de nevenstaande figuur is 1 periode getekend van de secundaire spanning van de transformator. En de verticale schaal gebruikt men 3 volt per verdeling. Hoe groot is de amplitude van dit signaal? En welke waarde zou de spanningsmeter op stand AC aangeven? Als we hier gaan kijken, als dit 3 volt is per blokje, dan kunnen we zeggen dat de maximale spanning gelijk is aan 4 maal 3 volt, dus 12 volt. Dit wil zeggen dat de spanning die we meten op AC gelijk is aan de maximale spanning, 12 volt, gedeeld door 2 nu. En op die manier vinden we de RMS-waarde 8,49 volt RMS. Oké, dan vraag B. De greetsbrug gebruikt diodes en die hebben allemaal een drempelspanning van 0,75 volt. De condensator is zo gekozen dat bij een gegeven belastingsweerstand van 1 kilo-ohm er een drempelspanning van 3 volt peak-to-peak overblijft. Schets op de figuur dezelfde schaal de golfvorm van de spanning over een belastingsweerstand van RL en duid hierbij de bepalende zijn vorm aan van de verkregen uitgangsspanning. Oké, dus dit is het ingangssignaal. We weten dat het uitgangssignaal van de dubbelzijdige gelijkrichter beide signalen zal omklippen. Alleen weten we ook hier bij een dubbelzijdige gelijkrichter, bij de greets, dat de spanning door 2 diodes zal gaan. Dat wil ook zeggen dat pas vanaf dat de spanning meer dan 1,5 volt is, er stroom zal beginnen te lopen. En hoeveel stroom lopen, die zal hier 2 maal 0,75 volt verliezen. Dus hier zal die maximaal, zal die 1,5 volt verliezen van de 12 volt. Dus het signaal zal er zo uitzien. En zo. En dan vervolgens hier vindt net hetzelfde plaats. Oké, dan moeten we ook nog kijken wat er gebeurt met dat de rimpelspanning van 3 volt peak-to-peak overblijft. En de rimpelspanning van 3 volt peak-to-peak kunnen we aanduiden van als dit het niveau is van de dubbelzijdige gelijkrichter, dat uiteindelijk de rimpelspanning 3 volt is. 3 volt is juist 1 blokje. Dat wil zeggen dat het uiteindelijke signaal, als ik dat teken in het paars, er als volgt zal uitzien. Dan zal hier opladen. Een foutje. De condensator zal opladen en dan heel traag ontladen en zal maar zakken.
tot daar en zal dan terug opgeladen worden, dan terug zakken tot daar. Dus het paarse signaal is het echte signaal wat we gaan terugvinden over de belasting van 1 kilo ohm. Dat was vraag B die we dan opgelost hebben. Als we dan vraag C moeten oplossen, welke waarde zal de spanningsmeter op stand DC aangeven indien over de belastingsweerstand RL wordt aangesloten? De spanning op DC-waarde die is gelijk aan, ja, we weten dat dit 12 volt is, dit niveau. Oh, sorry. Dit is 12 volt. En DC betekent eigenlijk de DC-spanning over tijd. Dus in dit geval is dat 12 volt min 1,5 volt is gelijk aan 9. En 12 volt min 1,5 volt. Ik ben natuurlijk nog iets vergeten. Dus 12 volt min 1,5 volt voor het verlies wat we hebben over de twee diodes. En dan nog eens min 3 volt gedeeld door 2. En dan komen we op 9 volt DC. Welke gelijkstroom loopt er dan? Ja, een stroom door een weerstand is gelijk aan zijn spanning gedeeld door de weerstandswaarde en dat is gelijk aan 9 mA. Dan is nog eens de vraag, als er bijkomend een tweede belastingsweerstand van 1 kilo ohm wordt aangesloten op de uitgangsklemmen van de gelijkstroming, welke waarde zullen we hierdoor verkrijgen voor de rimpelspanning, de gemiddelde uitgangsspanning en de door de voeding geleverde stroom? Als de belastingsweerstand 1 kilo ohm is, dus die komt hier parallel over, dat betekent dat de weerstand halveert en dat de rimpel eigenlijk verdubbelt. Dus we kunnen al zeggen dat de rimpelspanning 6 volt zal bedragen. Ja, want als 1 kilo ohm parallel daarover, dan halveert de weerstand en zal ook de condensator twee keer zo snel opladen. Ja, want de tijdsconstante wordt gegeven door RC en als de R 1 tweede wordt, halveert ook de tijdsconstante, waardoor eigenlijk in dezelfde termijn de spanning twee keer zal 3 volt zakken. Als we dit weten, dan kunnen we ook de nieuwe DC-spanning berekenen. Dat is 12 volt min 1,5 volt, die verliezen door de twee diodes. Min 6 volt gedeeld door 2 is gelijk aan 7,5 volt. En als we dit weten, kennen we ook de stroom door de belasting. Die is gelijk aan 7,5 volt gedeeld door 2 parallele weerstanden van 1 kilo ohm. Dat is dus 7,5 volt gedeeld door 500 ohm. Dat is gelijk aan 15 mA.